Deze week breiden ambulancemedewerkers hun acties volledig uit. Ook komen er werkonderbrekingen. Wat houdt dat in? We horen het straks. De eerste demonstratieve werkonderbreking is op donderdag 15 november in ons eigen Den Haag. Aan de telefoon Fred Seyfert, bestuurder FNV Zorg en Welzijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de ambulancezorg, om dat eerst maar eens even te duiden voor de luisteraars in Nederland, bestaat uit verschillende organisaties. Namens welke organisaties spreekt u vanavond? Ik ben van de FNV, de Federatie Nederlandse Vakbeweging. Ik ben daar bestuurder. En dan hebben we nog de CNV en we hebben Ambulancezorg Nederland. Dat is de brancheorganisatie. En wij zijn er met z'n drieën, deze drie partijen, om ervoor te zorgen dat de ambulance mensen goede arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke arbeidsomstandigheden hebben waaronder zij hun werk gaan doen. Ja, want er is onrust, er is ook onvrede. Wat is er precies aan de hand? Wat willen jullie? Wij willen dat deze mensen een aantrekkelijk pakket hebben van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, zodat het voor de bestaande mensen aantrekkelijk blijft om daar te blijven werken en dat het aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers om dit werk te gaan doen. En wij zien dat die arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden langzamerhand verslechteren. Kunt u eens een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld in de praktijk, dat het echt helemaal misdraait op een ambulancepost? Wat op dit moment bijvoorbeeld speelt is dat er steeds minder aantrekkelijke en goede roosterswerktijden zijn voor de mensen. We zien bijvoorbeeld dat niet meer 8-uursdiensten, maar 12-uursdiensten worden gevraagd van de mensen. En als je 12 uur achter elkaar moet werken en je hebt dan ook geen tijd voor pauzes, dan kun je daar iets bij voorstellen dat je gaandeweg toch steeds moeier wordt om je werk te doen en je aandacht erbij te hebben. Zeker, en ook natuurlijk in dit vakgebied. Je moet gewoon 100%, misschien wel 1000% focus natuurlijk hebben met dit vakgebied. Maar nu is er de afgelopen jaren, we hebben het allemaal kunnen volgen, zelfs vorig jaar, nog begin dit jaar ook al gedemonstreerd. Hoe kan het nou dat er destijds geen oplossing is gevonden? Ja, dat komt omdat wij de drie partijen die voor deze CAO gaan niet tot overeenstemming komen. En dat is nu nog steeds aan de hand. Het gaat natuurlijk om geld. En ja, dan wordt er gestreden. En dat is wat er nu helaas nog steeds voortduurt. En dat is erg jammer, want dat maakt dat wij niet tot een goed pakket komen voor nu en voor de toekomst. Nu heb ik een beetje gekeken, wat gaan jullie doen? Werkonderbrekingen, maar werkonderbrekingen in combinatie met ambulances. Nou, dat klinkt heftig. De collega's geven het hier net ook al aan in de studio. Rijden jullie dan nog wel op 112-meldingen? Wat houdt de actie in? De actie houdt in dat wij vanuit een bepaalde centrale locatie natuurlijk nog de 112-spoedmeldingen gaan doen. De burgers en patiënten gaan daar niet iets van merken. Wat we even niet doen, dat is het ziekenvervoer, het geplande ziekenvervoer. Dus daar komt wel wat vertraging in. Alhoewel we wel van tevoren de werkgever hebben geïnformeerd dat dit gaat gebeuren en dat het ging gebeuren. Dus zij hebben voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, zodat de patiënten daar zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. En gaat dat donderdag 15 november de hele dag duren of een aantal uren? Nee, we beginnen werkonderbrekingen met 2 uur. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert, en dat hopen we natuurlijk wel, dan gaan we die werkonderbrekingen uitbreiden. Nu is er volgens mij wel een lichtpuntje bereikt. Was er een openingetje? Want vorig jaar is er extra budget beschikbaar gesteld voor 2018. Nou, dat lijkt goed nieuws, maar dat ligt toch anders, begreep ik. Ja, wij hebben in 2017 al bij het ministerie met een brandbrief geklaagd dat het bij de ambulance sector dat het daar achteruit loopt voor wat betreft de aanrijtijden. De 15 minuten norm die werd steeds maar niet gehaald. Wij zagen ook dat mensen wegliepen bij de bedrijven naar uitzendkrachten en naar detacheringsbureaus. Dus toen hebben we aan de bel getrokken. Toen heeft de voormalige minister Schippers gezegd, nou, dan moet er extra budget komen. De huidige minister Bruno Bruins heeft gezegd dat budget dat moet in 2018 worden besteed. En daar hebben we dus nu een paar keer over gesproken. En ja, het is nog steeds niet besteed. Het is nog steeds niet daar gekomen waar het naartoe zou moeten. En daar strijden we voor. Het is een heel helder verhaal, meneer Seyfert. Nu zitten wij hier in de Hofstad. We zitten vlakbij het centrum waar ze de beslissing kunnen laten vallen misschien in de toekomst. Misschien luistert er op dit moment wel iemand vanuit het politieke verhaal hier in Den Haag. Mocht u zich kunnen richten tot de verantwoordelijke politici, wat zou u ze dan willen vertellen? Dan zou ik ze in ieder geval aan de minister laten vragen van, god, meneer Bruins, u heeft deze sector 19,5 miljoen toegezegd voor 2018 om in dit jaar te besteden. Waar is dat geld aan besteed? Waarom komt het niet bij de ambulancemedewerkers terecht, zoals we nu zien?